Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Sven Nieuwpoort, welkom bij Cambuur. Misstaat je niet die geel-blauwe kleuren? Ja, dankjewel. Het is hartstikke mooi tenue en typisch tenue natuurlijk voor Cambuur. Ik ben blij dat ik het aan mag doen dit seizoen. Nou, teken je voor één seizoen bij onze club. Wat is de voornaamste reden dat je hier getekend hebt? Ik ken Henk en Sander natuurlijk. Ik heb samen met hun bij de Graafschap gezeten. Hun visie op het spelletje, dat spreekt me heel erg aan. Daarnaast is het echt een volksclub. Ik heb bij meerdere volksclubs gespeeld en dat zijn de mooiste clubs. Dus vandaar. Ja, want je komt natuurlijk bij de Graafschap vandaan. Je hebt daar ook Eredivisie gespeeld. Ik kan me voorstellen dat Cambuur niet de enige was die op jouw deur klopte. Ik wilde eigenlijk van de zomer wilde ik graag de stap maken naar het buitenland. Daar is niet de juiste opties langsgekomen. Toen kwam uiteindelijk Cambuur op mijn pad. Dat moet je doen dan. En daar had je direct een goed gevoel bij, want Henk kwam bij jou? Ja, Henk belde mij op en vroeg of ik langs wilde komen. Dat voelde meteen goed. Een goede vriend van mij heeft hier lang gespeeld. Die is ook louter positief altijd over Cambuur. Dus. En wie is dat? Mark Diemers. Dus daar ben ik ook vaak op bezoek. Dus ik ken het hier al een beetje. Volgens mij gaan ze hier naar de Oldehoof. Daar wil ik wel graag naartoe. Ja, nou heb je denk ik ook Cambuur al een beetje gevolgd de laatste weken. Wat is jouw indruk van de ploeg? Ja, ik vind dat een hele goede ploeg staat en ze voetballen ook goed, vind ik. Één keer gewonnen uit 3 wedstrijden, dat is misschien niet wat iedereen hoopt hier. Maar ja, het zijn natuurlijk wel 3 lastige tegenstanders die geweest zijn. En het veldspel was, wat ik gezien heb, in ieder geval goed. En je bent natuurlijk een ander type dan wat er momenteel ook in het centrum staat. Wat zijn jouw kwaliteiten? Kun je dat eens omschrijven voor degene die jou niet zo goed kennen? Ik hou van voetballen en van de voetballende oplossing zoeken. Daarnaast denk ik dat ik betrouwbaar ben en redelijk degelijk. Ik zal geen gekke acties maken en ik ben misschien ook niet van de spectaculaire slidings. Maar je kan op me vertrouwen, zeg maar. Ja. Nou heb je natuurlijk hier ook al gespeeld met de Graafschap. Wat is jouw indruk van de club? Ja, wat ik net zei, dit is gewoon een fantastische club. Ik heb hier meerdere keren gespeeld en de sfeer was altijd goed. En het stadion zit ook volgens mij bijna altijd vol. Dus het is gewoon een topclub.